Ja, Jeroen, als het goed is, kunnen jullie hem nu zien, toch? Ook in een groot scherm. Yes. Oké, hartstikke mooi. Ja, ik werd een poosje geleden door Jeroen Kruid benaderd om eens nou ja, aan deze sessie bij te kunnen dragen. En dat is, ik vind het heel erg leuk om op die manier ook het reacties terug te krijgen op het lopende onderzoek wat ze doen, maar ook het verhaal te kunnen vertellen waar we aan werken en de toepassing op. Nou, in dit geval Schouwen-Duiveland te kunnen presenteren. In deze presentatie probeer ik een drietal onderwerpen even aan te snijden, waarop we later dus ook al even over in discussie kunnen gaan. De eerste is de klimaatstresstest, die eigenlijk de risicokant van gewassen en een boerenbedrijf, toont. Vervolgens neem ik jullie mee in eigenlijk een proces waar adaptatie gaande is. Dat is een soort case study uit de provincie Limburg, uit het Heuvelland. Compleet andere situatie, maar we, nou ja, kijken wat voor lessen daar geleerd zijn en of die ook dat proces toepasbaar zijn in andere gebieden. En tot slot nog een aantal wat concretere maatregelen waar Jeroen misschien net ook al even aan refereerde. Puur voor nou ja, het Zeeland of de Delta-gebieden. We starten met de klimaatstresstest Open Tilten. De klimaatstresstest is een methodiek om de risico's en de kwetsbaarheden van gewassen en tevens op te schalen naar boerenbedrijfsniveau in kaart te brengen. En op die manier, als je weet waar de risico's liggen, in welke gewassen en voor welke klimaatveranderingen. Een goede opmaat bieden voor, oké, waar zijn dan de aanpassingen nodig in het systeem? En de redeneerlijn is eigenlijk, we starten met klimaatverandering. Dat is het verhaal wat Jeroen net grotendeels heeft verteld. Vervolgens kijken we naar, wat zijn dan specifieke klimaatfactoren die bepaalde gewassen beïnvloeden? Waar een klimaatfactor dus bijvoorbeeld een droge periode is, of een hittegolf, of een extreme bui. Van zo'n klimaatfactor kunnen we achterhalen hoe vaak die optreedt in bijvoorbeeld het referentieklimaat, maar ook voor die toekomstscenario's die Jeroen ook liet zien. En vervolgens is de redeneerlijn van oké, als zo'n klimaatfactor optreedt, dan treedt er schade op in de gewassen. Dus zo is die ook geformuleerd. Als het droger is dan een bepaald aantal millimeters of een bepaald aantal een periode, dan treedt de schade op in het gewas en kunnen we op die manier gecombineerd met de frequentie het risico bepalen. Nou, die methodiek hebben we op een aantal, met name akkerbouwgebieden in Nederland toegepast. En hier presenteer ik de casus voor het. Nou ja, min of meer representatief opgesteld Zeelands akkerbouwbedrijf met grotendeels consumptie aardappelen en wintertarwe als hoofdgewassen, maar ook zaai, ui en suikerbiet in het bouwplan. En een belangrijke opmerking daarbij is de schades waarmee we gerekend hebben en die straks ook even in beeld komen. Daarbij worden nog geen adaptatiemaatregelen toegepast. Dus het is puur even het risicobeeld dat geschetst wordt. Oké, hoe ziet dat er dan uit? Ik heb hier een hele vereenvoudigde versie van eigenlijk de achterkant van de stresstest getoond voor twee gewassen, de consumptieaardappel en de zaaiui. En we lopen even die voor de consumptieaardappel door. Dus hittegolven is daar geformuleerd als een van de klimaatfactoren die dus tot schade leiden in de consumptieaardappelen als die optreden in de zomer als het gewas er staat. De impact is dan het doorwas. En die op die manier tot opbrengstderving leidt. Er is een inschatting gemaakt van de schade. Dus als die hittegolf optreedt, is er een bandbreedte waartussen die schade in zou kunnen vallen. Dus hier is gerekend met tussen de 25 en de 75%. Dat is een vrij grote bandbreedte om meer eigenlijk de onzekerheid die er ook is qua uitgangssituaties, qua grondsoort op die manier mee te nemen. En in de rechter drie kolommen zie je die frequentie waar ik het net ook voor had. Dit is specifiek voor het weerstation Vlissingen, wat we dan min of meer zien als representatief weerstation voor Zeeland. En in het hedendaagse klimaat treedt er voor dit weerstation gebied
één hittegolf per 30-jaarsperiode op. Een 30-jaarsperiode is het klimaat, het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. En daarin treedt dus nu de afgelopen 30 jaar, ongeveer als referentie, één hittegolf per 30 jaar. Dat is heel erg weinig. Maar naar de toekomst toe, in het GL-scenario, dat is het minst extreme klimaatscenario, komen er 7 hittegolven per 30 jaar bij. En in dat WH-scenario, dat meest extreme scenario, hè, waar veel opwarming is, komen er 21 frequenties bij. Dat betekent dus dat je ongeveer elk jaar een hittegolf gaat krijgen. In dat scenario in Zeeland, voor het weerstation Vlissingen. Nou, hetzelfde is gedaan voor die zaaiui. Hè. Die heeft zijn eigen droogte, eigen inschatting van hoeveel schade treedt er nou op en hoe vaak, hoe hoog is de frequentie en hoe gaat dat veranderen. Dus je ziet, oké, in de toekomst gaat dat ook toenemen. Het wordt vaker droog, wat ook correspondeert met die klimaattrends die Jeroen ook al eerder toonde. Nou, hier een staafdiagram van de uitkomst van de klimaatstresstest van dat bedrijf. Dus hieronder liggen eigenlijk tabelletjes die je net zag, maar dan in uitgebreidere versie. En we starten even helemaal rechts in het figuur. Je ziet hier op de y-as het percentage risico dat het bedrijf gaat lopen door klimaatverandering. Ten opzichte van hoeveel geld er normaal per hectare verdiend wordt. Dus in het meest extreme scenario, het gele balkje uiterst rechts, loopt dat risico op tot 35%. Wat betekent dat er dus elk jaar 35% schade op zou gaan treden door klimaatverandering. Elk jaar. Nou, dat is het meest extreme scenario, hè? Hoge impact en het meest extreme klimaatscenario. Voor de andere klimaatscenario's pakt dat wat minder extreem uit. Dan moet je meer denken aan tussen de 5 en de 15%. Verder naar links zie je uitgesplitst per gewas hoe die schade dan eigenlijk opgebouwd is van het totaal. En je ziet gelijk, voor consumptie aardappelen is die verreweg het hoogste. Dus consumptie aardappelen gaan zoveel risico met zich meebrengen dat die eigenlijk totaal van het gehele bedrijf zo sterk beïnvloeden, waardoor dat risico daar hoog is. De situatie voor wintertarwe en ook suikerbieten net niet verbetert. Dus dat betekent dat de teeltomstandigheden voor die gewassen, in termen van kansen, hè, bijvoorbeeld in suikerbieten speelt bijvoorbeeld het nachtvorst in het voorjaar, dat de kleine plantjes doodvriezen, dat gaat minder vaak optreden, waardoor dus eigenlijk de teeltomstandigheden beter worden en het risico lager dan nul is. Dus een verbetering van de situatie. Nou goed, alvast even een soort sneak peek van wat er nou aan gedaan kan worden. Dit past eigenlijk ook goed in die categorieën van Jeroen. Hè. Eerst is de situatie optimaliseren, dus de bodem in goede conditie houden of brengen. Zoveel mogelijk water vasthouden, ondergrondverdichting verminderen. En nou iets verder misschien, hè, is het de teeltmethode aanpassen. We zagen dat die hittegolven heel erg vaak op gaan treden. Misschien is dat dan wel een moment in het jaar dat het eigenlijk niet geschikt meer is dat er nog gewassen op het land staan. Dus dan zou je gewassen moeten zoeken die al voor, zeg augustus, hè, die maand waar de meeste hittegolven optreden, al van het land zijn. Je kan ook denken aan verzekeringen, waarbij de opmerking gemaakt moet worden, oké, het risico moet nog verzekerbaar zijn. Als het elk jaar optreedt, dan zegt de verzekering op een gegeven moment, ja, daar kunnen we niet meer uitkeren, want het treedt zo vaak op. Dus dat is niet altijd een oplossing. Er zijn nu wel van die brede weersverzekeringen, maar de verzekeringsbranche kijkt ook zeker mee in dit soort ontwikkelingen en hoe ze hun verzekeringen af moeten gaan blijven sluiten. Nou goed, ook het efficiënt waterbeheer, wat je ook op het plaatje ziet, in dit geval een voorbeeld van druppelirrigatie in Lely, is van belang. Oké, tweede onderdeel is het proces waar eigenlijk gewerkt is aan adaptatie. Een heel ander gebied, het Heuvelland in Zuid-Limburg, waar met name gericht is op die klimaattrends natter en droger. In Zuid-Limburg is het zo, als het heel hard regent, spoelt het water van de heuvels af en belandt het in de dalen waar meestal de dorpen en dorpskernen liggen. Dus dan krijg je overstromingen en veel schade.
Nou, het waterschap, de provincie en de lokale boerenorganisatie hebben de handen ineengesloten om dat eigenlijk tegen te gaan en te zoeken naar win-wins. Waar de opgave eigenlijk is van oké, kunnen we op die hellingen of op de heuvels meer water vasthouden, zodat de boer eigenlijk voordelen heeft als het vervolgens droger wordt, dat zijn bodem meer water bevat. En dat je op die manier ook de dorpen van overstromingen weet te behoeden. Nou, wij zijn als burger gevraagd om dat proces in banen te leiden. We hebben akkerbouwers, veehouders en fruittelers gesproken. Nou, wat zijn nou jullie ideeën hierbij? Wat zijn oplossingen? Waar wil je aan meewerken? En hoe kunnen we dat vormgeven, ook samen met het waterschap, in bijvoorbeeld dat soort verdienmodellen, omdat de over- en weerdiensten worden geleverd. Ik zag deze indeling net ook al bij Kitty voorbij komen. Perceelsmaatregelen, bedrijfsmaatregelen en gebiedsmaatregelen. Dus het ene kan op een perceel gedaan worden, ander vraagt meer bedrijfsaanpak. En er is ook samenwerking met andere buurmannen, buurvrouwen en andere organisaties nodig. Om eigenlijk een maatregelenkist te vullen voor de landbouw. Om die grote vraag te beantwoorden hoe meer water vast te houden. Nou, we hebben een aantal stappen dus gedaan. We hebben die boeren gesproken. We hebben ook met experts gesproken van wat zijn nou effectieve maatregelen. Aan de boeren hebben we gevraagd wat zijn maatregelen die uitvoerbaar zijn, ook qua kosten. En die hebben we eigenlijk proberen samen te brengen door ze over elkaar heen te leggen. Eigenlijk die soort lijsten. En op die manier zijn we tot een aantal factsheets gekomen. Die dienen als een soort leidraad, een bundeling van maatregelen die nu al op deze termijn genomen kunnen worden. Dit is een voorbeeldje van zo'n factsheet. We gaan hem niet helemaal door, hij is ook online beschikbaar. Bijvoorbeeld de maatregel drempels tussen aardappelruggen, waar het idee is, met name in Heuvelland, als het regent, houden de drempels het water dat langzaamaan begint te stromen tussen de ruggen vast en krijgt het de kans om te infiltreren en spoelt het dus niet af. En die maatregel hebben we op een aantal criteria gescoord. Dus op wat voor type maatregel is het? Oké, dit neem je op een perceel. Waarom neem je de maatregel? In welke gewassen is die toepasbaar? Maar ook de kosten hebben we geprobeerd in te schatten. Helemaal rechtsonder zie je dat gemarkeerd. En de effectiviteit op waterkwantiteit. Dus dat is op het vasthouden van water. Maar ook zijn er nevenwinsten misschien voor waterkwaliteit. Het afspoelen van water van bijvoorbeeld meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen bepaalt natuurlijk ook de waterkwaliteit van het gehele systeem. En ik heb nu een kort filmpje van een van de akkerbouwers die meedeed in het proces en die zo enthousiast werd toen hij deelnam, dat hij heeft gezegd, oké, ik wil daar zelf ook mee aan de gang. Ja, wat heb je nodig? Een telefoontje naar een fabrikant, wat euro's en je kunt ze wel maken. Mijn naam is Bert Merks. We hebben een akkerbouwbedrijf in Bocholt. We zijn nu die aardappels aan het poten met een plantmachine van de loonwerker. En die hebben we speciaal voor gekozen met die drempels maakt. Drempels, het zijn eigenlijk tussen de ruggen. Die worden mooi strak afgewerkt. Maken we dan drempels gewoon, dat het water niet gewoon weg kan stromen. Een drempel voor het water tegen te houden. En dat werkt eigenlijk heel goed. Vorig jaar hebben we ook in die proef mee gedaan. En de dag daarna zagen we al na een regenbui van 15 mm wat het effect was. Dat heeft zich later in het seizoen, hebben we dat ook aan proefrooicijfers, konden we dat terugzien. Dus dat is een positieve maatregel. En als boer wil je natuurlijk ook niet hebben dat je grond in het dorp terechtkomt en daarvoor overlast zorgt. Dus dan ben je nutriënten kwijt, je bent eigenlijk het beste stuk van de grond ben je kwijt. En dat probeer op die manier te voorkomen. Nou, vorig jaar hebben we ook drempels gemaakt in de perceel en die zijn ook goed bezocht. En dan kwam steeds de vraag van, brengt dat nog wat meer op? Hoe zit het met de opbrengst? En daar hebben we dan opbrengstproeven gedaan. Dus de drempels, de verruwde
rug en de gladde rug zonder drempels. En daar zat toch wel een verschil in van het voordeel van de drempels van 3-4%. Eén proef is geen proef, dus gaan we een beetje gewoon herhalen. Ja, wat heb je nodig? Een telefoontje naar een fabrikant, wat euro's en je kunt ze wel maken. Ja, dat is natuurlijk een hele andere casus en situatie, maar het gaat hier ook even over. Er is dus een lijst effectieve maatregelen en een lijst met haalbare maatregelen waar gezamenlijk mee aan de gang wordt gegaan. En zo'n boer wordt dan eigenlijk heel enthousiast en ook betrokken. En iedereen komt kijken bij hem. En nou ja, zo'n filmpje is daar dan ook een resultaat van. En er wordt er ook gewoon mee geëxperimenteerd en gedemonstreerd, zodat buurmannen en vrouwen misschien ook enthousiast worden om het ook zelf toe te gaan passen. Het laatste stukje richten we even op een aantal, een tweetal maatregelen die in het GoFresh project zijn behandeld, onderzocht. En als allereerste plaatje wil ik eigenlijk hiermee beginnen. Het werd net ook al genoemd. Je ziet hier een plaatje van de hoeveelheid schade op de y-as en op de x-as. Naarmate je verder naar rechts gaat, hoe zouter het water daar wordt. En wat je ziet is dat er dus een groot verschil is tussen hoe kwetsbaar alle gewasgroepen zijn voor verzilting. Dus bijvoorbeeld de sierteelt, de fruitbomen, de bloembollen en de aardappelen zijn best wel kwetsbaar. Terwijl granen, suikerbieten en gras dat eigenlijk niet zijn. Dus dit is ook weer een soort formulering, een structurering van het probleem. Om op die manier ook de beslissing te kunnen gaan nemen van zijn de maatregelen en de investeringen me waard als je in de bepaalde teelten zit? Nou, een van die voorbeelden is onderwateropslag. Dit is een voorbeeld van een fruitteler op Walcheren, waar zoetwater geïnjecteerd wordt in de ondergrond als het beschikbaar is. En vervolgens als het droog is, gedurende het groeiseizoen in de zomer bijvoorbeeld, weer benut kan worden. Collega Jeroen heeft er een aantal berekeningen ook op losgelaten. Er kan best wel wat water in het systeem opgeslagen worden, wat dus later weer benut kan worden. Dat brengt natuurlijk wel kosten met zich mee. Hè, per kuub hier tot tussen de 50 cent en zeg 75 cent. Er worden nu op andere locaties, zoals op de proefboerderij in Lelystad, ook naar deze maatregel gekeken. Dus er is interesse in. Er zit een kostenplaatje in, maar je werkt aan die zelfvoorzienendheid van zoetwater. Heel specifiek op het tweede voorbeeld, op kwel, op verzilting gericht, is het eigenlijk vergroten van die zoetwaterlens. Dus door een soort slimme drainage die dieper ligt dan normaal, wordt het laag zoetwater in de ondergrond dikker, waardoor het zoute water wat daaronder ligt, omdat het zwaarder is, wordt op diepte gehouden, waardoor aan het oppervlak de gewassen daar gewoon goed mee om kunnen gaan. Oké, tot slot, eigenlijk als afsluiting. We hebben gezien uit die klimaatstresstest dat de risico's toe gaan nemen, met name in die consumptie aardappelen zitten de grootste risico's. Er lopen een aantal adaptatieprocessen waarin samengewerkt wordt tussen bijvoorbeeld waterschap, andere overheden en ook boeren, waarin van elkaar geleerd wordt en waar we samengewerkt wordt op zoek naar geschikte oplossingen. En als allerlaatste meegever eigenlijk, er zijn mogelijkheden tot adaptatie. Vraag natuurlijk nog onderzoek, vraag nog investeringen. Maar het is, er zijn mogelijkheden. En dan gaan we over naar de vragen, denk ik. Dank u wel, Daan.